Regelmatig ging het de afgelopen jaren mis rondom de Europese wedstrijden van Ajax. Met vorig jaar november de veldslag op de Dam tegen Celtic als treurig dieptepunt. Something's changed with Ajax fans. Something's changed with them. They're acting like animals. In de Franse krant Le Parisien waarschuwt Antoine Boutonnet, hoofd van de Franse anti-hooligan-politie, voor de wedstrijd van woensdag. 800 fans uit Parijs zouden onderweg zijn naar Amsterdam, van wie 300 tot de harde kern behoren. Volgens de Fransman zijn er mogelijk ook Belgische Anderlecht-fans onderweg naar onze stad. Vorig jaar werd een confrontatie tussen Anderlecht en Paris Saint-Germain in Brussel net voorkomen. Bijna 100 man werden toen opgepakt, van wie sommigen in het bezit waren van slagersmessen. De gemeente zegt in een reactie de reputatie van de Fransen te kennen en goed voorbereid te zijn. Mogelijk volgt er een noodverordening, waardoor fans in de metro preventief gefouilleerd kunnen worden. Volgens een woordvoerder is er vooralsnog geen sprake van een uitzonderlijke situatie.